In de Oude Nijverheidsschool in Gent loopt nog tot en met 12 augustus het kunstproject Downtown Spooks. Dat is de samenwerking tussen Piazza dell'Arte en de openluchttentoonstelling Track, georganiseerd door het museum SMAC. Het museum heeft eigenlijk de tentoonstelling cadeau gedaan aan de stad. En de bedoeling is dat de stad eigenlijk in dialoog kan treden met de tentoonstelling en met het museum op die manier. En om dat eigenlijk te activeren hebben wij heel veel verschillende activiteiten die wij organiseren voor heel diverse doelgroepen. Zo zijn er onder meer projecten met woonzorgcentra, met senioren, met mensen met beperkingen en ook met jongeren. Downtown Spooks wil zo de creativiteit naar boven halen in artistieke jongeren tussen 16 en 25 jaar. Aangezien dat track, het parcours, zich ook daadwerkelijk afspeelt in heel Gent, gebruiken wij ook datzelfde parcours en dezelfde kunstwerken eigenlijk om de jongeren te triggeren, om eigenlijk zichzelf te ontplooien, om creatief aan de slag te gaan en met eigen ideeën, met eigen resultaten af te komen die wij dan in een totaalspectakel gaan laten zien. Vandaag waren de jongeren nog volop aan het brainstormen, maar tegen het weekend van 11 augustus hopen ze een resultaat te kunnen tonen aan het publiek. Wij vertrekken dus letterlijk from scratch. Wij geven de jongeren wat tools mee, soms zijn heel praktisch, soms zijn inhoudelijk, om eigenlijk te experimenteren met verschillende media. Ze zijn bezig met sound, met graphics, fotografie, met video en zo meer. Dus de bedoeling is dat ze tot een interactief totaalspectakel gaan komen hier in deze oude Nijverheidsschool. Het resultaat van het kunstlabo Downtown Spooks zal ook later te zien zijn in het SMAC van 27 augustus tot en met 2 september.